mijn kinderen komen hier ieder jaar voor een kerstboom. En ik heb, ik moet zeggen, eerlijk zeggen dat ik een kunstboom heb. Maar ik ga altijd wel mee om een kerstboom uit te zoeken. Op landgoed Duivenvoorde in Voorschoten zijn kerstbomen te koop. Naast een ruime keus aan afgezaagde sparren kunnen geïnteresseerden er ook voor kiezen om hun kerstboom zelf uit te graven. Wij doen dit al jaren. Het is vroeger daar gestart. Toen waren mijn kinderen klein en nu gaan ze met hun eigen kinderen. Dus het is echt een traditie. Voor opzichter Dick de Vlieger is het een bijzondere tijd. Ja, rond de kerst ben ik ook kerstboomverkoper. Mijn voorganger is er al mee begonnen, dus dat is hier al 30, 40 jaar verkopen wij hier van oudsher kerstbomen rond de kerst. Die worden hier zelf in deze tuin opgekweekt. En we kopen er ook wat bij, want er is niet tegenaan te kweken. En het grappige is hier dat mensen ook de bomen kunnen terugbrengen naar de kerst. Met kluit, uiteraard. Ze heeft een soort bomenasiel. Zo zou ik het niet willen noemen, maar het is wel een soort opvang. En wij proberen het wel weer in leven te houden en wederom met kerst te verkopen. Er worden niet alleen kerstbomen verkocht in de kasteeltuin. Ook voor kerstkransen en stukjes kunnen Voorschotenaren in de buitenwinkel terecht. Er wordt uit het hele park alle mooie groenblijvende of bessendragende takken worden allemaal gesnoeid en opgehaald en hier gestort. En wat heel bijzonder is de marentak. Dat is een plant die parasiteert op de appelboom. En er hangt zo'n enorme bos marentak. En iedereen weet dat onder marentak mag je toch zoenen, toch Dick? Mag je zoenen, dus die is heel aantrekkelijk. En hoe je ervoor zorgt dat je tweedehandsboom de kerst overleeft? Kluit vochtig houden en ook niet te dicht bij de kachel zetten. Zodat de overgang wat minder groot is. Eerst even in de schuur en dan pas naar buiten en vice versa. Ja,